zo'n 3 keer per week ga ik naar school. En ik doe dat nu 2 jaar. Vorig jaar ging ik met de bus en nu met de trein. Dus op zich veel sneller. Voor mij is het erg fijn dat de Hanselijn er is. Zo ben ik sneller op mijn werk. Ik kom van Campus Huis, dus dat is ook wel dichterbij voor mij, zeg maar. Anders moest ik helemaal naar de andere kant van Kampen fietsen. Nu die lijn daar ligt en het is nodig om met de trein naar Zwolle te gaan, is het wel handig dat we gewoon rechtstreeks vanuit bijvoorbeeld Almere, waar ik vandaan kom, naar Lelystad of naar Zwolle te kunnen reizen. Ja, absoluut. Veel mensen die hier wonen, werken elders. Door dit station in Dronten zijn 100.000 banen meer bereikbaar geworden als je ongeveer bereid bent 3 kwartier aan een uur te reizen tussen wonen en werken. Dat is natuurlijk een geweldige nieuwe mogelijkheid. Ik ben heel erg trots op dat Dronten station heeft. Ja, het is gewoon heel erg gemakkelijk. Je telt opeens veel meer mee. Je bent bereikbaarder geworden. Je staat ook op de kaart, letterlijk. Daar staan die kaarten met al die stations. Daar staan we opeens op. Nou, dat is toch wel, geeft mij wel een kick, ja. Vanaf februari doe ik het een jaar met het abonnement. En vorige week vertraging nummer 26. Dus het is niet echt juf van het nog. Hij moet gewoon vooral echt rijden altijd. Want er rijden prachtige sprinters op. Hartstikke hip en modern en schoon en veilig. Maar hij moet het wel doen. En dat hoor ik wel eens, het is nog een beetje te onzeker. En dat vinden mensen moeilijk te begrijpen, omdat het allemaal spiksplinternieuw is.